Suriname is tot nu toe bespaard gebleven van het coronavirus. Er zijn nog geen geregistreerde gevallen van COVID-19 in Suriname. 4 vermoedelijke gevallen van COVID-19 zijn negatief getest. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. Inmiddels wordt gezamenlijk gepatrouilleerd door Suriname en Frans-Guyana op de Marowijnerivier. Ook zijn er roadblocks opgezet waar politie en militairen voorbijgangers screenen. Bij alle grenzen geldt een 100% controle. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt de gemeenschap om geen paniek te zaaien middels het verspreiden van valse berichten. De gemeenschap wordt gevraagd om alert te zijn en de richtlijnen in acht te nemen. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen, of heeft u recent een van de risicogebieden bezocht, belt u meteen naar de hotline van het BOG op 178.